Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmid. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Zuur en volledig onnodig, denk ik. Ik denk dat we deze wedstrijd echt in een half uur eigenlijk hebben weggegeven met die ene goal. Gewoon, je begint gewoon met niet per se te veel respect, maar je zakt gewoon veel sfeer in. En je weet dat zij gewoon heel goed kunnen voetballen. En dat hebben wij toegelaten. Anderzijds moet ik ook toegeven dat ik heel tevreden ben over hoe we de laatste 15 minuten oppakken en heel de tweede helft. Verdien je wel gewoon de gelijkmaker. De realiteit is dat er niet van is gekomen, maar we kunnen hier wel absoluut mee door. In de afgelopen wedstrijden, jullie klappen er gelijk op in de eerste helft. Waarom lukte dat nu niet? Nee, is wat ik zeg. We maken één kleine aanpassing en we gingen gewoon te ver inzakken, waardoor we geen druk op ze konden krijgen. Van voor konden ze geen druk zetten en van achteruit namen wij ze niet genoeg mee naar voren. En tweede helft zie je wel gewoon dat we overal één op één spelen. En dat ook zij het gewoon heel moeilijk kregen. En wat ik zeg, dan verdien je wel een punt, maar helaas gebeurt dat niet. Dus kan je wel gewoon met opgeheven hoofd naar de volgende wedstrijd. Ja, want jullie gaan echt met opgeheven hoofd nou naar de volgende wedstrijd. Er is nog weer hoop op een mogelijk play-off ticket? Tuurlijk, dat is zeker. Vooral als je de laatste vier wedstrijden gewoon van ons ziet. En de nul en we scoren best wel makkelijk. Nu krijg je toch ook weer kansen en mogelijkheden. Maar wat ik zeg, je had hier vooral op basis van tweede helft veel meer verdiend. En de positieve moet je gewoon meenemen. En vooral hoe we zijn begonnen in tweede helft. Lukt dat ook bij alle jongens om nou dat positieve mee te nemen? Nou, het is moeilijk. Het is moeilijk. Ik snap het ook, want je verliest hier gewoon. En vooral als je het gevoel hebt dat het onnodig is. Maar daar zijn de ouderen weer voor om de jongens toch positief te laten inzien. Vandaag is het gewoon even laten bezinken. Woensdag komen we weer bij elkaar en dan hebben we het er even over, streep eronder, want vrijdag staat weer voor de deur. Vrijdag staat inderdaad weer voor de deur. Even over jou persoonlijk. Weet je al wat meer over jouw toekomst? Ik zie je al lachen. Nee, ik weet nog niks over mijn toekomst. Zelf zou ik heel graag duidelijk willen hebben, gewoon puur om gewoon meer rust om me heen te hebben. Maar ik zit ook wel zo in elkaar dat ik gewoon puur focus op mijn wedstrijden gewoon. En als er iets komt of de club komt, hoor ik het vanzelf wel. Ik heb alleen invloed op wat ik presteer op het veld. Niets meer, niets minder. Zou je willen blijven? Daar heb ik geen geheim van gemaakt, maar voetballerij leert ook dat er alles ineens mogelijk is. Dus persoonlijk zou ik zelf willen blijven, maar komt er iets vooral dan financieel wat heel aantrekkelijk is, moet je daar ook naar kijken. Maar vooralsnog ben ik er eerlijk gezegd niet mee bezig. Alleen voor jezelf zou je wel een soort van duidelijkheid willen, gewoon dat je zelf een keuze kan maken.